Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie mee in de winkel. Ik ben de bloemen eraan inzetten. Zoals je kan zien staat er alweer mooi vers bij. Dus dat ga ik even doen. En ik ga even gelijk even boeketten en wat toefjes in dat soort dingen maken voor de winkel. En ja, gewoon lekker veel bloemwerk maken. Dus kijk gewoon gezellig mee. In de vorige vlogs liet ik wat frames zien. En ik merk dat jullie daar echt heel enthousiast over zijn. Dus ja, ik dacht gewoon, kijk, ik ga straks ook meer filmen en meer inkoop zelf doen en dat soort dingen. Nou, doe ik dat nu ook zelf. Maar ik kan gewoon wekelijks wel leuke nieuwe frames aan jullie laten zien als jullie dat leuk vinden. Dus laat het eventjes hieronder weten of je dat leuk vindt. Of misschien één keer in de week een filmpje met allerlei nieuwe frames die binnen zijn gekomen. Vooral de industriële frames vinden jullie heel leuk. En ze worden daarna ook heel snel besteld door jullie. Dus ja, laat me gewoon even weten of je daar zin in hebt, of je dat leuk vindt. Dan kan ik dat misschien vanaf mei gewoon een wekelijks iets van maken. Dat is natuurlijk gewoon leuk. Dat jullie eerst meenemen op inkoop en daarna laat zien wat voor leuke dingen ik allemaal kan scoren en wat ik heb gekocht voor de webshop. Het moet allemaal eventjes opnieuw of vorm krijgen. Of ja, opnieuw. Ik heb gewoon straks iets meer tijd om dat allemaal te vullen en daar aandacht aan te besteden. Dus dat is voor jullie gewoon heel erg leuk. We hebben vandaag ook wel veel bestellingen, dus dat ga ik straks ook wel klaarmaken. Maar ik ga eerst even beginnen met de winkel vullen. Oh ja, ik heb hele mooie plantjes binnengekregen. Hele mooie ranonkeltjes, die wil ik jullie even laten zien. Dan haal ze er even bij. Jongens, kijk dan wat beauties. Echt, jongens, dit wil je toch gewoon in huis. Of buiten. Maar goed, daar waar het vorige week voorjaar is het nu gewoon weer natte sneeuw en vies weer. Welkom in Nederland, dus dat is iets minder. We hebben de truien maar weer uit de kast gehaald. Al heb ik daar helemaal niet meer zoveel zin in. Maar welkom in Nederland. We moeten het maar accepteren. Goed, gauw aan de slag met allerlei bloemwerk. Zo, ik ben lekker aan het inpakken en ik heb net ook bestellingen klaargemaakt. Die staan hier mooi erbij. Die moeten straks even bezorgd worden. Dus gaat gewoon helemaal lekker vandaag. Ik ga gauw verder met inpakken, want dan kan ik nog even wat meer pakketten vandaag wegdoen. En gaat zijn gangetje. Goedemorgen, zonzorgen, nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En daar waren het vorige week voorjaar was, ligt er nu sneeuw. Jongens, hier hebben we toch geen zin meer in. Maar goed, ik kreeg net een pakketje binnen van Chiquel. En ik had heel eerlijk gezegd echt mijn voorjaar in mijn bol. Omdat je natuurlijk de hele leuke, fijne dagen had. Waar je gewoon lekker zonder jas naar buiten komt. Dan kreeg je helemaal zo'n voorjaarsvibe. En ik dacht, ik ga op vakantie. Dus ik zoek vast een outfitje uit voor mijn vakantie. En dan ligt er gewoon sneeuw, jongens. Maar goed, ik heb wel een heel leuk outfitje. Dus daarmee al wel vast het voorjaar in mijn hoel. En ik heb een leuk kortingscode, zit ik hier in beeld. En ik zet de linkjes ook eventjes in de beschrijving. Maar deze is ook leuk, die vind ik leuk hier in de winkel. Al heb ik straks de winkel niet meer, maar ook leuk straks. Als ik voor jullie alles ga inpakken en mijn werk wel gewoon doorgaat. Dat is een wat langere jurk, een beetje een linnen jurk. Kun je even kan zien. Ik laat even aanfoto's erbij inzien. Ja, dat het gewoon makkelijk is. En dit is wel een beetje echt een zomers setje. Wat niet heel geschikt is als ik met potgrond en zo werk. Maar hij is wel echt heel leuk. Ik vind deze broderie prints heel leuk. Dit rokje. En dan heb ik deze bij. Ook echt super leuk. Ook dat broderie printje. En dan heb ik ook nog deze bij. En die vond ik echt geweldig leuk voor de vakantie. Wat er bovenop. Ook heel erg leuk. Is een beetje gehaakt. Dus ik laat nog wel even een beeld aanbeelden zien. Met de kortingscode KALEIN20 krijg je dus 20% korting op de hele collectie bij Chiquel. Met uitzondering van sale. Ja, maar ik zet het eventjes hieronder in de beschrijving. Dus echt super blij mee. Super leuke setjes. En we gaan dan gauw weer verder met de dag.
Zo, zoals je kan zien is de tafel alweer aardig leeg. Maar dat is goed, goed, want er komt zo de vracht aan. Dus de vrachtwagen komt zo met allemaal nieuwe bloemen en planten. Dus altijd fijn als dat weer binnenkomt. En we dat straks weer lekker vroeg en fris in hebben voor het weekend. Dus ondertussen ben ik aan het inpakken van de DIY pakketten. En dan wachten we zo even op de vracht. En de winkel staat ook wel weer mooi vol. Ik zal het eventjes laten zien. Alhoewel er wel elke keer wat verkocht wordt natuurlijk. Maar dan ben ik gewoon weer bij. Maar het staat er in ieder geval allemaal weer heel netjes en mooi bij. Dus het gaat lekker. Nou, zoals je ziet sta ik nu in de vrachtwagen. Waar we dan elke keer de handel uitzoeken. Allerlei nieuwe planten en bloemen. Dus we gaan gauw de handel uitpakken en in de winkel zetten. Zo, alle pakketten zijn weg. Deze frames zijn de vorige keer in de vlog heel erg hard gegaan. Waren jullie heel enthousiast over. Ik heb ze weer aangevuld, maar ik zag dat er ook al wel heel veel besteld was. Dus vind je dat leuk? Je kan ze eventueel nabestellen. Daarnaast, omdat jullie zo enthousiast zijn over die frames, heb ik er meerdere besteld. Dus ook wat andere frames, wat ja, apartere frames. Binnenkort komt er ook weer een hele leuke DIY aan. Als jullie deze vlog kijken, dan is dat of de volgende of het is de video hiervoor. Maar dan weet ik niet precies hoe het loopt. En dat is deze. Alleen dan met een grote plateau. Heb ik het idee om een leuke paastaart te maken. Dus wie weet komt dat binnenkort dan hier online. Maar goed, misschien heb ik ook wel in één keer een ander idee. Maar dat zit wel in mijn hoofd om dat met een DIY te doen. En als het geen paastaart wordt, dan wordt het in een latere video een taart. Want heel veel vonden de taart toch echt heel leuk. En het staat natuurlijk heel leuk op tafel. En dan met dat industriële ja, is dat heel passend in de tijd van nu. Dus dat is heel erg leuk. Ja, voor de rest gaan we hier opruimen en een beetje afsluiten. Oh ja, ik kreeg ook heel veel de vraag of ik een DIY wil opnemen met deze frames, wat dus binnen was voor me. Nu heb ik daar wel een heel leuk idee mee, dus mochten jullie dat graag willen zien, laat eventjes hieronder weten. En wie weet komt het ook binnenkort op mijn kanaal. Dat is het voor vandaag. Ik ga hier opruimen, afsluiten en dan zien jullie mij morgen weer. Goedemorgen, het is een nieuwe dag en we gaan lekker aan het werk. Ik ga beginnen met boeketten, want die zijn hard gegaan. Ik heb ondertussen twee prinsesjes hier in de winkel die hem lekker aan het spelen zijn. Dus ja, ik ga gauw aan de slag. Zaterdag, eind van de dag. Alles is weer opgeruimd en ik ben wel druk bezig geweest met het inpakken van de pakketten. Want er waren heel veel van die eieren besteld. Die staat al online. Volgens mij heb ik hem hier ook al in deze vlog laten zien. Maar deze met het bloemstuk. En ja, ik denk, ik ga alvast zorgen dat het goed op orde is. Dat jullie het mooi snel kunnen krijgen. Dus dat heb ik alvast gedaan. En ja, dan is de dag alweer voorbij. Hebben we weekend. Ik heb trouwens ook nog hele leuke vetplantjes toegevoegd. Dan hoop ik dat ik dat zo met één hand kan pakken. Deze. Die ik ook nog in een DIY ga verwerken. Maar ik heb ze ook even los toegevoegd aan onze webshop. En ik heb ook deze Silantia plantjes toegevoegd aan onze webshop los. Dat is ook heel leuk. Want die kan je dan ook gewoon los bestellen als je het leuk vindt. En ik heb nog een leuke vlog aanbieding voor jullie. Namelijk weer met YouTube 10 krijg je weer 10% korting op de hele webshop, mocht je dat leuk vinden. En ja, dan hoop ik dat jullie het weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis, dat blijft te hoog voor alle leuke video's die ik maak. En dan zien jullie mij de volgende keer weer.